Het is onzeker of de Nederlandse bevolking op de lange termijn blijft groeien. In Nederland wonen op dit moment zo'n 17 miljoen mensen. Tot 2030 blijft de bevolking doorgroeien. Na 2030 is het onzeker of de groei doorzet. In 2050 wonen in het scenario hoog in Nederland 19,2 miljoen mensen. Ruim 2 miljoen meer dan nu. In scenario laag wonen er in 2050 ongeveer 500.000 minder mensen in Nederland dan nu. Als de bevolking groeit, komt dat met name door het migratiesaldo. Er komen meer migranten naar Nederland dan dat er mensen ons land verlaten. Meer migranten betekent meer jonge mensen en dus ook dat er meer kinderen worden geboren. Hoeveel mensen er in Nederland binnenkomen en weer weggaan, is echter uiterst onzeker. Dit geldt ook voor de natuurlijke aanwas. Deze daalt in Nederland en kan zelfs negatief worden. We zien verder dat Nederland in de toekomst vergrijst. Er komen meer ouderen en dus ook meer alleenstaanden. Nu nog is 1 op de 6 Nederlanders ouder dan 65 jaar. In 2050 geldt dat voor 1 op de 4. Een toename van ongeveer 1,5 tot 2 miljoen mensen. Het aantal pensioengerechtigden neemt overigens maar met 1 miljoen toe. Dit komt omdat de AOW-leeftijd is opgetrokken, in lijn met de stijgende levensverwachting. In 2050 geldt dat voor 1 op de 4. Een toename van ongeveer 1,5 tot 2 miljoen mensen.